Deze keer in Keizerslanden vernieuwd. De tuinen van Wilhelmina en laatste opleveringen in Tuindorp Zuid. Sneller dan verwacht zullen de komende weken de laatste huizen in Tuindorp Zuid worden opgeleverd. Wij waren bij de oplevering van het nieuwe huis van Mustafa en Aiten Ürsel. Ze hebben gelukkig een vooropleving gehad. De opleving ging voorspoedig. We hadden één opleverpunt, een klein krasje in de ruit. Er was ook een bouwkundige bij. Alles is voorspoedig gelopen. Ja, en voor mij, ik mag eigenlijk niet zeggen, het is gesneden koek. Het gaat zo goed in de Tuindorp. Op dit moment hebben we gemiddeld een lager dan één opleverpunt van de 130 woningen die we hebben opgeleverd. Dus ja, het gaat erg goed zelfs. We zijn heel erg blij met de oplevering. We zijn, ja, alles is net tevreden uitgevoerd. Weinig opleverpunten. Dus we kunnen beginnen met klussen. Verven, laminaat aanleggen. We gaan wat ornamenten in de woonkamer aanbrengen. En badkamer en wc moeten we nog zelf inrichten. Dus er moet nog een hoop gebeuren. Begin volgend jaar zullen dus alle huizen bewoond zijn. Daarna zal er gestart worden met het woonrijp maken van de wijk. Hiermee wordt de afwerking bedoeld, zoals het aanleggen van straten en het plaatsen van straatverlichting. De bedoeling is om meestal 2 tot 3 maanden na opleving hebben we woonrijp willen we opleveren. Nou, sommige gedeeltes van het project hebben geforceerd opgeleverd. Dat is er binnen 2 weken al gereed. Dit zal wat langer duren omdat we de winterperiode ingaan. We verwachten eigenlijk half maart, eind maart dat het woonrijp opgeleverd is. Ja. Over enkele weken zal het ketenpark uit de woonwijk verdwijnen. De locatie waar de bouwketen hebben gestaan zal daarna ingericht worden als speelplaats voor de kinderen in de wijk. Nou, het is een kleine oppervlakte, 50, 60 vierkante meter. Die gaan we inrichten samen met bewoners, de omliggende bewoners en de kinderen. De eerste of tweede week januari gaan we de mensen uitnodigen, komt de tent te staan. Erwtensoep of misschien chocolademelk met oliebollen. En dan willen we de mensen horen wat jullie graag willen. En dan hebben we een proces ingericht dat de mensen steeds terug laten komen. Van wat denken jullie ervan? Hoe gaan we het verder inrichten? En moet het binnen de budget passen en de kwaliteitsnormen. En dan willen we dat de materialen bestellen en verder inrichten. Dus met de bewoners eigenlijk. Half maart, eind maart willen we dat opleveren en dan leveren we dat ook direct op aan de gemeente. En dan zijn we hier gereed, ja. En dan hopen we eind, in de loop van april, als het meest is, gewoon een groot feest te geven. Waarbij je ook de kopers en de huurders uitnodigt. Dus alle 140 bewoners met aanhang. En de omliggende bewoners en de mensen van de Marienburgplein, de winkeliers. En de mensen die overlast hebben gehad, die nodigen ook allemaal uit. Dus het is fantastisch. Ja, dan pakken we de boel in en dan gaan we weer naar de volgende klus toe, een volgende uitdaging. Maandag 12 december vindt er een bewonersbijeenkomst plaats over de plannen voor het nieuwe winkelcentrum. NSI, projectontwikkelaar Multivastgoed, gemeente Deventer en woonbedrijf Iedereen nodigen u uit voor de bewonersbijeenkomst van aanstaande maandag. Deze avond worden de plannen voor de vernieuwing van het winkelcentrum en de inrichting van de openbare ruimte gepresenteerd. U bent toch ook nieuwsgierig naar het nieuwe winkelcentrum? Kom dan maandagavond 12 december naar Kei 13 om de plannen te bespreken. Een aantal weken geleden lieten wij Aukje Grouwstra kort aan het woord. Als beeldend kunstenaar zal zij zich de komende maanden bezighouden met het opknappen van de tuinen in de Koningin Wilhelminalaan. Om zo goed mogelijk de buurt te leren kennen, ging Aukje vorige week bij de bewoners langs de deur. Nou, we laten heel corny ook gewoon een flyer achter, want dan hebben mensen gewoon wel de informatie. Maar ik wil gewoon even persoonlijk contact en mensen even een oog kijken en de hand drukken. En wat wil je daarmee bereiken? Nou, dat zij zich geroepen voelen om na te denken over de openbare ruimte in hun eigen buurt. Ik merk gewoon, ik zelf als kunstenaar vind dat ontzettend leuk om te doen. Sterker nog, ik pleeg wel eens ingrepen als kunstenaar in de openbare ruimte. En ik merk dat buurtbewoners een beetje af hebben geleerd misschien wel of niet meer zijn gewend
om over hun eigen openbare ruimte na te denken. En dit gebied, ja, ik zeg dat is de buurt en tuin rijker. Nou, ik heb het vermoeden dat deze mensen die tuinen beter kennen dan ik. En ik wil dus eigenlijk alle lijnen, alle organisaties, alle mensen die hier iets met deze tuinen hebben, die wil ik gewoon eens bij elkaar brengen. En dan moet er gewoon iets moois uitkomen, dat kan niet anders. Aukje heeft zich goed verdiept in het Oranje Kwartier. Wat haar direct opviel was de diversiteit in de wijk. Nou, het is best complex. Complex, dat bedoel ik niet negatief. Eigenlijk is het heel positief. Er zit een Molukse genootschap zit hier. Er zit een Emmanuelskerk zit hier. Rentree zit hier, vermoedelijk opvoedbare jongeren is dat. Er zit de olijfboom, als ik het goed zeg, of olijftak. Dat is een christelijke school. Dus het is van alles wat. En dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Nou, ik heb 3 maanden tijd, dat is natuurlijk veel te kort. Maar in die 3 maanden tijd kan ik wel dingetjes neerzetten. En die dingetjes, dat zijn dan bouwwerken, dat noem ik ze dan maar. En dat kunnen gedachten zijn, maar dat kunnen ook letterlijke bouwwerken zijn. In de bomen, met jongeren bijvoorbeeld. En we willen eens kijken van wat blijft daar van overeind staan. En wat levenskracht heeft, dat kunnen we gewoon voortzetten. En dat hoop ik eigenlijk ook op. Voor meer informatie kunt u kijken op www.detuinenvanwilhelmina.nl.